denk dat dit wel een van de hoogtepunten is in mijn sportieve carrière. Ja, laten we het daar bouwen. Ja, absoluut. Van binnen ben ik super blij. Je zal het niet altijd aan mijn gezicht afzien, maar ik ben super blij, echt waar. Ik zie toch een klein beetje nu, hoor. Ja, daarom. En dan winnen jullie van Ajax. En ik had daar vooraf, dat had ik vooraf niet verwacht. En jij ook niet. Ja, als ik heel eerlijk ben, is dat misschien toch wel het juiste antwoord. Ik bedoel, we moeten wel realistisch zijn. Hè. Hun zijn al jaren bezig en draaien al jaren mee. Hebben ongeveer 6 keer budget wat wij hebben. En wij zijn net 3 maanden onderweg. Alleen ik denk dat je vandaag het verschil hebt gezien tussen het echt willen werken voor elkaar. En het maar gewoon op je dode gemakkie willen doen. Ja. Hebben jullie onderschat? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat je dat vooral in het eerste 20, 25 minuten kan hebben gezien. Hè, hoe we er vol met z'n allen opklapten. En dan gaat niet alles goed, dat hoeft ook niet. Maar je dwingt hun wel de lange bal te spelen. En wij weten daar heel veel gebruik van te maken. Ik zou zeggen, geniet ervan. De wissels hoeven niet te hebben. 3 ton tegenover 1,8 miljoen. Het grote geld wint niet altijd. Nee. Met inzet, beleving, een goed team zijn, kom je een heel eind. En wij zijn heel erg jong. En de komende jaren gaan die nog veel meer stappen maken. Dus dat geld dat wint inderdaad niet altijd. Je rivaliteit, Feyenoord-Ajax. In hoeverre leefde dat nou ook echt vandaag? Ja, ik denk dat die wel leeft. Aan het begin van het seizoen krijg je een wedstrijdprogramma te zien. En daar stond zondag 3 oktober bij de meeste, denk ik, wel dik gemarkeerd in de agenda, inclusief bij mezelf. Dus ja, rivaliteit is er zeker. Ja, absoluut. Fijn het ook niet zo heel vaak van Ajax zien winnen. Nee, dat klopt. Maar goed, dit is een lekker voorbeeld, denk ik. Je kan maar 1 keer goed doen, toch? Daarom. Je hebt nog nooit van Ajax verloren. Nee, daarom is het ook lekker om te horen in een Feyenoord shirt. Ja, absoluut. Ja. Hey, je bent een held geworden. Je bent een held. Niet normaal, het is echt niet normaal. Ik kan niet meer praten. Ik kan niet meer praten, het is echt niet normaal. Het is echt niet normaal. Dit is jouw mooiste wedstrijd ooit. Ja, dat denk ik wel. Het begin van een mooie carrière, hoop ik. Dit is bizar. Blij met de opkomst, echt. Deze support hebben we echt nodig. Je ziet het. Dit komt echt door het publiek dat we hem zo pakken. Ja. De mooiste wedstrijd ooit voor jou? 100%. Was Rotterdam weer tegen Ajax. Ja, dat is een droom. En om dan zo te winnen, dat is echt bizar. Een eigen huis. Dus mijn weekend kan sowieso niet stuk en mijn week kan niet stuk. Dus ja, dat is top. Leeft dat extra sentiment echt een beetje? Feyenoord, Ajax bij jou ook? Ja, zeker wat ik zeg. Ik ben geboren en getogen in Rotterdam. Ajax, Feyenoord leefde altijd al. Maar dat ik hem nu zelf mag spelen, dat is echt een kinderdroom wat uitkomt. En dan nog winnen, dat is prachtig, ja. Nog nooit verloren van Ajax? Klopt, dat is mooi. Mooie statistieken, toch? Die steken in mijn broekzak, zeker, ja. Ga je gang, zijn allemaal meiden op jou te wachten. Ja, super. Ik ga ze even verder. Dankjewel. Doei.